gaat om deze week een Brabus te testen, was de vraag op de redactie. Ja, ik ben natuurlijk enthousiast om mijn vinger opsteken en ja roepen. Daar had Dries wel zin in. Maar welke zou het worden? Die C-klasse met 800 pk of die E met 900? Ja, jammer. Smart voor Brabus. Prima, voel ik mezelf ook niet goed voor. Doe me erbij. Op zich natuurlijk best wel een interessante vraag. In hoeverre is zo'n smart voor de naam Brabus nou echt waard? Nou, om mee te beginnen de prijs. 27.500 euro. Ja, en dat is zoveel duurder dan andere stadsauto's van dit formaat. Maar maakt hij die prijs ook waar? Nou, in ieder geval niet per se qua snelheid. Hij heeft een 3-cilindertje. Turbo, normaal gesproken 90 pk in de normale smart voor. In deze versie 109. Goed voor. 10 seconden naar de 100 in een top van ongeveer 180, 190 km per uur. Is niet heel veel, maar het is voldoende om lekker mee door de stad te kunnen crossen. Lekker mee te kunnen invoegen op de snelweg of een keer een inhaalbeweging te maken op de 80-weg. Dat is normaal gesproken in de stad een autootje al een hele onderneming. Ja, en wat natuurlijk interessant is, dat motor die ligt achterin en het drijft de achterwielen aan. Kun je er dan ook lekkere drifts mee leggen? Nou, you forget it. Om mee te beginnen heeft hij voor 185 brede banden en achter 205. Dus voor minder grip en achter behoorlijk veel grip. En dat merk je op het moment dat je een bocht instuurt. Onderstel, het heeft stevigere dempers en stevigere anti-rolbars en zo, dus hij ligt best wel strak op de weg, reageert heel vlot op insturen. Maar ja, zo gauw die ook maar een klein beetje denkt dat je te ver gaat, dan knijpt het ESP het vermogen af. Of als je hem te hard de bocht ingooit, sowieso glijdt hij eerst over de voorwielen weg. Maar mocht het je toch lukken om de achterkant een klein beetje los te krijgen, ESP houdt niet van dat soort fratsen. Het is begrijpelijk, het is natuurlijk een auto die normaal gesproken wordt gekocht door mensen die niet bepaald ervaren chauffeurs zijn, maar die gewoon een vlotte stadsauto zoeken. Dus een echte stuurmansauto, nee, dat kun je vergeten. Aandrijflijn op zich best fijn. 3-cilindertje is normaal gesproken natuurlijk om de trillingen die gepaard gaan met zo'n 3-cilinder configuratie tegen te gaan. Opgehangen hele losse rubbers en heeft een zwaar vliegwiel en een beetje een lome gasrespons. Dat krijg je bij bijna alle 3-cilinder motoren die er op de markt zijn. Maar in deze versie zit je dus aan een sequentiële 6-traps automaat. En dat is best een goede keus. Kijk, ik rem af naar 50, zet hem in de tweede versnelling. Vol gas. Motortje pikt lekker op. Automaat, ja, die reageert gewoon super vlot. Meteen als ik die flipper aantrek, zit de volgende versnelling erin en ook weer terugschakelen. Geen pauzes of zo. Dus ja, daardoor krijg je als je door de stad aan het racen bent ook echt wel een lekker sportief gevoel. Goede keus dus van Brabus om voor deze configuratie te kiezen. Maar dan nog steeds 27.500 euro. Oké, eerlijk gezegd, het kan ook wel voor een ietsje minder. Hij is namelijk al vanaf 22. Ja, dan moet je rekening houden met het feit dat zaken als zelfs een toeverteller wel optioneel zijn. Het is dan de Smart Brabus Exclusive met alles erop en eraan. Leren bekleding, multimedia systeem, een heel inventief systeem om de bagageruimte nog een klein beetje uit te breiden. Want die is normaal gesproken vrij beroerd in een Smart 4x4. En ja, dat is ook wel een klein beetje het probleem van deze auto. Oké, zelfs al is het een Brabus en dan gaat hij best wel goed van zijn plek en stuurt hij best wel vlot, blijft een Smart 4x4. Dat is niet bepaald een auto waar wij bij Autovisie altijd heel tevreden over zijn geweest. Kijk, het is natuurlijk feitelijk gewoon een opgerekte Smart 4x2. Bij Smart zullen ze zeggen dat die packaging met de motor achterin allerlei voordelen heeft. En er is ook wel een voordeel, bijvoorbeeld dat de draaicirkel super kort is, omdat er voor natuurlijk geen motor zit, dus de wieluitslag kan heel groot zijn. Maar voor de rest is overduidelijk dat de motor alleen achterin zit, omdat op ditzelfde platform ook de Smart 4x2 gebouwd wordt. Dat is natuurlijk dat hele kleine ding, die 2-zitter. Maar op datzelfde platform bouwen ze dus ook die Smart 4x4 om de kosten laag te houden. Maar in een auto van dit formaat wil je de motor gewoon voorin hebben, zodat je achterin een grote bagageruimte hebt. Nu zit daar de motor, dus moet de bagage bovenop die motor liggen. Want voorin kun je helemaal niets kwijt. Dus dat zijn eigenlijk alleen maar nadelen. En bovendien, de vloer in deze auto zit heel hoog, omdat er nog wat dingen van voor naar achter onder de auto doorlopen. Waardoor je ja, behoorlijk op de bok zit. Niet echt een sportief rijgevoel dus. Dus ja, het is een leuke, kekke auto. Gave velgjes heeft hij. Leuke uitlaatsysteem met twee pijpjes. Goede lak en zo. Het ziet er allemaal best wel grappig uit. Maar met alle respect, voor 27.500 mil en zelfs voor 22.000 euro, wat natuurlijk de vanafprijs van deze Smart 4x4 is, zijn er echt wel leukere en beter betaalbare vlotte staatsauto's te kopen. Even snel zijn en die nog veel leuker sturen. Geloof mij maar.